De Canon C200. Ongetwijfeld de camera waar heel veel mensen op hebben zitten wachten. Inclusief ikzelf. Ik heb zowel met de C100 als de C300 Mark II gewerkt. En ik was heel erg benieuwd hoe die C200 daartussen zou vallen. Dit zijn mijn bevindingen. Laat ik vooropstellen dat je een camera eigenlijk veel langer zou moeten gebruiken dan 2 dagen om een camera echt goed te leren kennen. Ik ga dus voornamelijk even in op de highlights. Wat is me opgevallen tijdens het draaien? Waar ben ik enthousiast over en wat zijn de minpunten? Laten we beginnen met de body. Die is qua formaat eigenlijk hetzelfde, bijna hetzelfde als de C100 Mark II. Een stuk kleiner dus dan de C300 Mark II. Bij de C300 heb je die grote LCD monitor bovenop en daar zitten ook je XLR aansluiting op. Dat is hier anders. Dus voor het eerst een heel nieuw LCD ontworpen. En het ook nog eens een keer het fijne is dat die touchscreen is. Dan kan je dus door middel van je autofocus aangeven waar je focus op moet komen te liggen. Werkt heel goed en hij is helder genoeg om in zonnig weer toch nog genoeg te kunnen zien. Daarbij zijn de XLR-aansluitingen verplaatst. Die zaten dus bij de C300 zaten die op die monitor. En dan moest je ze dus altijd in combinatie met die monitor gebruiken. Nu is het zo dat als je de camera helemaal zou strippen, om bijvoorbeeld op een gimbal te zetten, heb je alsnog gewoon je XLR-aansluitingen op je camera zitten. De zijkant is een mooie mix tussen die C100 en de C300. Je hebt de normale ND-filters zoals je die ook op de C300 hebt. Dus niet dat draaiwieltje wat de C100 heeft. Daarnaast zijn alle andere knoppen eigenlijk gelijk gebleven. Je hebt hier een extra opnameknop, witbalans. Hier heb je een slot voor de C-fast. Dat is puur alleen voor de 4K RAW. En de Full HD opnames die kunnen hier op 2 SD-slots weggeschreven worden. En de accu's die zijn hetzelfde gebleven. Mocht je al een C300 hebben, dan kun je diezelfde accu's ook op de C200 gebruiken. De camera heeft dezelfde Super 35 CMOS sensor als de C100 en de C300 en uiteraard de bekende dual pixel autofocus. Het is wederom weer bewezen dat Canon blijft echt het allerbeste merk als het aankomt op autofocus. Vergelijk het met een Sony FS5 of een FS7 of desnoods een Panasonic camera. Er zijn geen andere merken die autofocus zo goed beheersen. Dan kan je roepen van ja, ik ben filmmaker, ik doe alles handmatig. Maar als je de camera een keertje op een gimbal zet of je doet een journalistiek interview of je bent cameo, maakt niet uit, je hebt een keertje die autofocus nodig. Dan is Canon daar zo goed in om je onderwerp te detecteren en om daarom vast te houden. Ongeacht of je nou van je afloopt, wegkijkt, op elke manier blijft hij echt goed focussen. En dat is echt hartstikke knap. Qua formaten is denk ik natuurlijk wel hetgene waar we het meest over verbaasd waren, is dat hij nu 4K intern RAW kan schieten. Dus mensen die RAW niet kennen, is hetzelfde als met fotografie. Ook al heb je je witbalans verkeerd, heb je hem onderbelicht, je gooit hem vervolgens in je editing software en je kan alles rechttrekken zonder kwaliteitsverlies. Ze noemen het zelf RAW light. Daar moet wel bij gezegd worden, heel light is het niet, want je kan voor een ongeveer 64 gig kan je 8 minuten materiaal opnemen. 64 gig in 8 minuten. Daarbij komt één nadeeltje, is dat Premiere en Final Cut momenteel nog niet die bestanden ondersteunen. Gooi bijvoorbeeld een RED file in Premiere en daarin kan je alles tweaken. Dat is hier nog niet het geval. Je moet het eerst converteren naar ProRes en daarna kan je pas echt aan de gang. Adobe heeft wel aangegeven dat ze ermee bezig zijn om een update te maken, maar dat maakt het nu nog even lastig in je workflow. Ik zal al mijn 4K RAW materiaal even ter beschikking stellen, zodat je zelf kan zien hoe die bestanden zijn en wat je ermee kunt. Link zal ik in de beschrijving zetten en stuur vooral even een berichtje wat je ervan vindt. Mocht je niet in 4K RAW willen schieten, dan kan je gewoon naar Ultra HD schieten voor ongeveer 150 MB per seconde. Dat doe je dan op die 2 SD-slots. En dat is wel allemaal in 8-bit. Er is inmiddels aangekondigd dat er 10-bit update voor de MP4 niet binnenkort eraan komt. Dus ik moet zeggen dat dat even een tegenvaller is. Gelijktijdig, als je die 8-bit bestanden inlaat, dan ben ik nog steeds heel erg verbaasd over hoeveel je eraan kan tweaken. Als je de highlights helemaal terughaalt of de contrasten helemaal opvoert, ondanks dat het 8-bit is, valt het echt niet tegen hoeveel je nog kan spelen in de postproductie zonder dat die bestanden uiteenvallen. En wat nu echt heel fijn is, is dat je 120 frames per seconde slow motion kan schieten op de C200. Als je dat deed op de C300, dan kropte die heel erg op de sensor. Weliswaar geen kwaliteitsverlies, maar het werkte gewoon niet lekker omdat je een bepaalde lens op had zitten en daardoor je afstand veranderen. Dit blijft hij gewoon op het volledige bereik van de sensor doen zonder dat hij hem kropt. Enige nadeel aan die slow motion functie is dat je echt in het menu moet gaan om daar vervolgens naar slow motion setting te gaan uit het menu en dan pas kan schieten. Daarbij neemt hij geen geluid op als je slow motion schiet, wat bij andere merken dan weer wel gebeurt. En ik heb nog niet 1, 2, 3 een functie gevonden waardoor je snel kan switchen tussen normaal opnemen en slow motion opnemen.
mijn eindoordeel dan van de Canon C200. Ik vind het echt een hele goede camera. Tuurlijk, er bestaat geen perfecte camera. Elke camera heeft zijn voor- en nadelen. En ik heb met deze camera maar 2 dagen kunnen spelen. Dus ik heb ook lang niet alles meegemaakt. Maar van wat ik er heb meegemaakt, die vernieuwde LCD werkt heel erg goed. Heel fijn dat je hem zo onder elke hoek kan gebruiken. Zonder dat je een schroefje of een dingetje nodig hebt. 4K RAW intern. Heel erg bijzonder, maar daarbij moet wel gezegd worden dat je even moet wachten op die Adobe update voordat je die bestanden in Premiere kan gooien. Overigens kan je maar tot 30p en 12 bit opnemen en op het moment dat je naar 50 en 60p gaat is het allemaal 10 bit en er is dus geen 10 bit beschikbaar voor een 1080p modus. Dus nog even wachten tot die Panasonic EVA uitkomt om te kijken hoe die camera zich tot weer houdt. Maar de color science van Canon, gecombineerd met die autofocus en dan ook nog eens een keer die 4K RAW intern voor een camera van deze prijskategorie, vind ik echt heel erg bijzonder.